vandaag. Misschien is het bericht u ook opgevallen in het nieuwsoverzicht. Oude kerncentrales moeten langer open blijven. En daarna moeten er nieuwe kerncentrales gebouwd worden, of toch minstens één. Bert Wollands, energiespecialist van N-VA, hebben we uitgenodigd. Goedemiddag. Goedemiddag. Want het is een standpunt van N-VA, komt uit uw energieplan. Terwijl de algemene teneur de afgelopen tijd, maanden, jaar, zeker sinds Fukushima toch is, afbouwen die kerncentrales. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat we willen werken aan die bevoorradingszekerheid, dat we willen werken aan het prijsbeleid, ervoor zorgen dat we niet te veel betalen voor onze elektriciteit. Ja, nu, die kerncentrales, op dit moment zorgen die ervoor dat onze prijs redelijk blijft. We weten dat als we die nu sluiten, als we die massaal gaan vervangen door gascentrales, die iets duurder zijn, ja, dan gaan we dat voelen in onze portemonnee. Ja, maar dat is één ding, maar om er dan nog bij te bouwen? Om erbij te bouwen, dat gaat vooral over het vervangen van kerncentrales. We willen dat er in de toekomst minder kernenergie wordt gebruikt. En daardoor gaan wij bepaalde centrales natuurlijk niet vervangen. Wij willen één kleinere kerncentrale die een soort basisvermogen levert. Omdat we dat nodig hebben, omdat we er altijd nood aan zullen hebben. Dat is natuurlijk als aanvulling op een groot pakket hernieuwbare energie dat wij ook graag in het net hebben. Dat is als aanvulling op flexibele centrales, bijvoorbeeld gascentrales, die op momenten dat het niet waait, dat er geen zon schijnt, dat die ook elektriciteit kunnen leveren. Dus eigenlijk gaat het over een heel pakket van maatregelen waar die kerncentrale op termijn één klein radarwerkje is in het horloge, om het zo te noemen. Maar waar we eigenlijk zeggen van kijk, we moeten op drie dingen letten. We moeten kijken dat we altijd energie hebben. We moeten zien dat dat aan een betaalbare prijs is. En tenslotte, we moeten ervoor zorgen dat dat efficiënt kan en dus ook duurzaam. Mm-hmm. Maar dus voluit de kaart voor hernieuwbare energie trekken, dat doet u niet? Uiteraard wel. Maar we moeten ook beseffen dat we in de volgende jaren nog een heel pak andere elektriciteit nodig zullen hebben. De Vlaamse regering heeft nu aangekondigd om naar 20% hernieuwbare energie te gaan in Vlaanderen. Wel nu, dat wil zeggen dat er 80% andere elektriciteit nodig is. Ja, daar moeten we dus een oplossing voor vinden en daarvoor zijn ook centrales nodig. Ja, misschien is het ook niet onverstandig wat u voorstelt, want dit weekend is gebleken te veel zonne-energie en windenergie kan zorgen voor mogelijk risico op stroompannes. Ja, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat we ons net nog niet hebben hervormd naar een slim elektriciteitsnet, naar een modern net. Eigenlijk zouden we moeten investeren in energieopslaginstallaties. Vandaag hebben we zo één installatie in Co, een pompcentrale. We hebben andere centrales nodig van dat type, of soortgelijke types, die pieken van hernieuwbare energie, wanneer er veel zon is, veel wind is, om die eigenlijk te gaan opnemen en weer vrij te geven op het moment dat we die energie het meeste nodig hebben. En meestal is dat net op een ander moment dat de wind, dan wanneer de wind hard waait of wanneer de zon fel schijnt. Dus dat is een slimme manier om te gaan met die hernieuwbare energie en die volop in ons net uit te spelen. Mm-hmm, maar blijkbaar zijn we dus zover niet. Ondertussen zitten we dan met die gascentrales die mee moeten zorgen voor het aanvullen zeg maar, van het aanbod. Maar die zijn niet helemaal rendabel. Hoe zit dat? Vandaag niet. Gas is een brandstof die een stuk duurder is om te gebruiken dan een aantal andere brandstof. Dat wil zeggen dat als wij volop met gas willen gaan produceren, ja, dat die elektriciteitsprijs omhoog moet of dat wij een deel van die centrales mee gaan steunen, zodat ze wel rendabel worden. Vandaag worden gascentrales niet gebouwd. We kennen allemaal het verhaal van bijvoorbeeld de centrale die ooit door Nuon werd gepland, heeft alle vergunningen, maar wordt niet gebouwd omdat ze niet rendabel is. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen, omdat we die flexibele energiecentrales, die flexibele gascentrales, nodig hebben om onze energie bevoorradingszekerheid eigenlijk te verzekeren. Daar gaat het om. Dus eigenlijk alles wat u zegt in dat plan, moet de netbeheerder mee aan tafel, minister van Energie, en moeten er drastische keuzes gemaakt worden over waar je in investeert? Wat wij vooral willen, is nu de discussie openen met ons plan over alle effecten van elektriciteitsbeleid. We hebben het een tijdje gehad over prijzen, we hebben het een tijdje gehad over bevoorradingszekerheid, over uitstap uit kernenergie. Wel nu, eigenlijk moet je die allemaal samenbrengen. Want als je uitstapt uit kernenergie, heeft dat een effect op de prijs, heeft dat een effect op bevoorradingszekerheid. Zo kunnen we natuurlijk niet verder. We moeten ervoor zorgen dat alle elementen op tafel liggen en dat we de juiste keuzes maken. En voor ons blijft kernenergie daarvoor een stuk een noodzakelijke partner in, maar zeker ook hernieuwbare energie die we fel moeten gaan uitbouwen. Mm-hmm. Dat is onvermijdelijk. En waar bijvoorbeeld dan de netbeheerder à la Elia een rol in heeft te spelen? Elia heeft daar zeker een rol in te spelen. Zij doen op dit moment al goed werk om ons net in goede orde en goed te bewaken. Het voorbeeld van dit weekend was daar eigenlijk een mooi voorbeeld van. Zij zijn erin geslaagd om het net
netjes in orde te houden, terwijl dat die grote piek er was. Wel, ik denk dat we Elia voor een stuk extra instrumenten moeten geven om dat goed te doen. En die energieopslaginstallaties kunnen daar zeker toe bijdragen. Nu is het vooral een beetje bijregelen, meer stroom in het net zetten of stroom naar het buitenland versluizen. Laat Elia misschien ook met zo'n energieopslaginstallatie aan de slag gaan. En kun je ook niet met die pieken en die dalen spelen en proberen daarop in te grijpen? Het is inderdaad belangrijk dat we ook dat basisvermogen dat we hebben, dat we dat een beetje omhoog trekken, dat basisverbruik, zodat we die piek naar beneden krijgen. Want die piek wil eigenlijk zeggen, ja, voor die piek te voorzien heb je heel specifieke centrales nodig die bijna nooit draaien, dus heel onrendabel zijn. Ja, stem die twee een beetje op elkaar af. Ik denk dat iemand u probeert te bereiken met de gsm, zou kunnen. Maar stem die twee op elkaar af, zei u? Stem die twee op elkaar af, zorg er voor dat dat talverbruik wat omhoog gaat, dat piekverbruik naar beneden gaat. Een van de mogelijkheden om dat te doen is die energieopslag. Op het moment dat je in een dalverbruik zit, laat een deel van de energie die nodig is vloeien naar die energieopslaginstallatie. Het verbruik gaat wat omhoog en er zijn meer centrales die kunnen draaien. Zet diezelfde installatie in om de piek naar beneden te brengen, lever die absolute top van die piek. En je hebt geen extra andere centrales nodig die dan specifiek moeten worden aangezet. Dus in die zin kan dat ons systeem een beetje in evenwicht brengen. Ja, binnenkort komt minister of staatssecretaris voor Energie, liever Melchior Wattelin, met een plan. Heb je al met hem overlegd? We hebben al druk bezig geweest om te achterhalen wat hij net in dat plan gaat doen. Hij heeft het natuurlijk een uitrustingsplan genoemd. Onze vrees is een beetje dat het enkel gaat over vermogen, over bepaalde centrales, maar dat er geen visie in zit. Wij vragen duidelijk dat we gaan naar een modern energiesysteem en dat we echt zorgen dat we zowel werken op basisvermogen, op flexibele centrales, maar ook op energieopslag, want we moeten een modern net krijgen. Het energieplan van N-VA, toegelicht door energiespecialist van de partij, Bert Wollands. Heel hartelijk dank voor de komst naar de studio. Ja.